Mijn vader die is hydrograaf en ik weet al heel lang dat ik graag zelf ook hydrograaf wil worden. Ik ben vaak met hem mee geweest te peilen. Ik heb altijd al met watersport gehad. Dus ik ben vanaf het VMBO naar het MBO gegaan. Daar heb ik een opleiding infrastructuur gedaan. En van daaruit ben ik doorgestroomd naar het MIWB voor de opleiding Ocean Technology. En toen ik hier binnenkwam lopen had ik eigenlijk al meteen best wel een heel fijn gevoel. Het sfeertje zat er lekker in hier op de open dag. En de gemoedelijke sfeer die hier rondhangt, dit stond me heel erg aan. Dus zo ben ik hier eigenlijk terecht gekomen. Het mooie van het wonen op het eiland is, het is een hele bijzondere omgeving. En omdat je constant met je medestudenten bent, kan je elkaar constant helpen en sleep je elkaar echt door de opleiding heen. Ik ben hier heel erg fijn opgevangen door mijn medestudenten. Ik heb hier echt een hele fijne tijd. Ook op de campus. Het is een heel hecht clubje wat daar zit. En je doet het met z'n allen. Dus ik heb nooit een straf gevonden om op het eiland te zitten. En ik vind het een hele fijne plek om te wonen. Het is een hele praktische opleiding. Je krijgt veel theorielessen, maar deze breng je ook in de praktijk. In het eerste jaar is het vooral landmeten. Later ga je meer het water op, maar ik leer nu bijvoorbeeld de theorie achter het landmeten bij geodesie. Maar we krijgen dan ook heel veel vakken, zoals positionering, wat heel erg belangrijk is voor ons vak. We krijgen een heel stukje extra wiskunde erbij. En we krijgen ook nog een extra lesje en dat heet dan bij ons Hydrographic Skills, waarin je alle trucjes vanuit het echte vak, vanuit het werkveld, gaat leren in de praktijk. Het leuke aan deze school vond ik, je bent een persoon. Je hebt hele goede contacten met de docenten eigenlijk en ze zijn er echt om je te helpen. En die passie die zie je wel bij heel veel docenten hier. Het wordt gewoon puur dat ze willen dat de mensen die hier vandaan komen kwalitatief goed onderwijs hebben gehad. Ja, het CATA-certificaat dat is eigenlijk een wereldwijd erkend certificaat wat je hier krijgt als je deze opleiding hebt afgerond. Het is internationaal erkend door de IHO, de International Hydrographic Organization. En eigenlijk geeft het van jou een vrijbrief dat je dus overal ter wereld mag werken. Eigenlijk met de baanmogelijkheden als je hier bent afgestudeerd, daar zit het eigenlijk wel vrij goed. We zijn ook niet voor niks een topopleiding en we hebben ook een zeer goede baangarantie als je het vergelijkt met andere studies. En als ik aan het werk ben, zou ik graag op projectbasis willen werken. Dat is vaak in het buitenland. En in het buitenland zijn ze heel vaak bezig met het uitdiepen van havens of juist met het ontwikkelen van nieuw land in bepaalde gebieden. Zo heb je bijvoorbeeld Palm Jumeirah in Dubai, dat is een hele bekende. Ik zelf wil graag binnenwater doen. Dus voor baggerklusjes, lekkere binnenwater meten. 'S Ochtends je bootje achter de auto hangen, ergens naartoe rijden, een metertje uitvoeren en de volgende dag gewoon heel ergens anders naartoe. Het is een hele unieke opleiding. Het is de enige opleiding in Nederland waarbij je hydrograaf kan worden.